Hallo, ik ben Mirjam Prins. Ik ben de coördinator van Present Oldebroek. We zijn momenteel in Veldheem, want wij doen weer een 24-uurs actie non-stop. Present Oldebroek is een stichting die aanbod van vrijwilligers matcht met mensen die iets nodig hebben. En ook de mensen in Veldheem vinden het soms heel leuk als er met hun bijvoorbeeld een spelletje wordt gesjoeld. De 24-uurs actie waar we nu deel van uitmaken is wel heel bijzonder. Want we zijn vanmiddag om 1 uur begonnen bij het Kooiveen in Oldebroek. En we gaan door tot morgenmiddag 1 uur. Nou, wat doen we zoal allemaal? We zijn met een heleboel vrijwilligers bij elkaar. En we gaan schoonmaken, we gaan een tuin opknappen, we hebben eten gekookt, we gaan samen spelletjes doen. We doen eigenlijk van alles en dat doen we voor een ander omdat we het goed vinden om dat ook zo nu en dan te doen. Met wie zijn we dan allemaal? We zijn met ambassadeurs van onze stichting, met vrijwilligers van onze stichting. We zijn met mensen die heel vaak al vrijwilligersactiviteiten doen voor onze stichting. En ikzelf ben er dit jaar bij. Lijkt het u nou ook leuk om een keer iets te doen voor Present Oldebroek? Dan kunt u zich aanmelden via info@presentoldebroek.nl. Het is altijd heel bijzonder om iets te mogen doen voor een ander. En het meest bijzondere is dat je er eigenlijk bijna nog meer voor terugkijkt, krijgt dan je van tevoren had bedacht. Zijn jullie present? Wij zijn er. Het was een mooie nacht. Het ging goed. We hebben kunnen doen wat we wilden doen. En daar zijn we best wel tevreden over. Jullie zien er best goed uit. Zeker. Ja. Ja. Wat gaan we doen, Leo? We gaan nog een tuintje in. Voor en achter. Succes. Voor en achter. Het is al helemaal kaal. Zevenblad. Veel, maar heel veel zevenblad. Hier mocht je natuurlijk een andere bron ofzo. Mijn naam is Tiemen Zelderust. Ik werk bij Present Nederland. En Present wil een beweging op gang brengen waarbij mensen steeds meer het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En als Present Nederland willen we die beweging in het hele land ondersteunen. Dus we helpen lokale stichtingen om dat te doen. Ja, wat Wezen doet hier is fantastisch. Present hier, je merkt gewoon dat het leeft. Je merkt hier ook in Wezen dat hier nog echt een beetje dat omzien naar elkaar, dat noordbuurschap, dat mensen dat heel belangrijk vinden. En Present houdt dat hier in Oldebroek, in Wezen, in stand, in leven. En dat is fantastisch om te zien. Ze doen echt heel goed werk hier. Ik ben heel erg blij met deze actie. Het is één keer per jaar dat Present Oldebroek echt de aandacht op zich vestigt. Maar het hele jaar door worden natuurlijk projecten georganiseerd en worden mensen uit Oldebroek worden uitgenodigd en uitgedaagd om zich vrijwillig in te zetten voor Present. En ik zou ook tegen hen willen zeggen, meld je aan, want het is echt verrijkend om naar andere mensen om te zien.